Livy, voor de tweede maal zijn we hier op stage in Marbella. Onder dezelfde uitstekende weersomstandigheden, maar de sportieve omstandigheden zijn misschien toch iets anders. Merk je dat ook als kapitein? Jawel. Ik denk dat iedereen op dit moment wat meer ontspannen is dan vorig jaar. Vorig jaar stonden we toch een periode dat er heel wat druk was. Ook een moeilijke periode, dat echt heel moeilijk ging. Maar ik denk dat nu iedereen misschien wel een klein beetje geniet om hier te zijn. Ook wel. Er wordt wel hard gewerkt iedere dag. Maar voor een stukje wordt er ook genoten van de zon, van de mooie velden waar we trainen. Van het goede eten hier, goed hotel. Ik denk dat het weer perfecte omstandigheden zijn om verder te bouwen na de eerste seizoenshelft. Je haalt het zelf al even aan. Er wordt inderdaad heel hard getraind, maar er kan ook in alle rust worden toegewerkt naar het competitieslot. Nee, dat is zo. Ik denk dat de velden waar we aan trainen en dat het trainingscomplex perfect is, zou ik zeggen. Er zitten heel wat ploegen nog. Feyenoord zit er ook onder meer, Düsseldorf. Ik denk dat dat toch iets wil zeggen dat die ploegen ook hierheen komen, dat de omstandigheden hier goed zijn. En blij dat wij er ook mogen deel van uitmaken en dat we ons ook kunnen verder ontwikkelen naar de tweede seizoenshelft. Feyenoord, Düsseldorf, maar ook Roda JC. Ik denk dat dat als ex-Roda JC'er voor jou toch iets speciaals is. Straks oefenen we er tegen de mannen van Roda. Is dat voor jou iets heel speciaals of hoe moeten we dat zien? Het blijft wel een oefenwedstrijd in het buitenland, zal ik maar zeggen. Ik heb nooit echt mijn echte afscheid gekregen bij Roda, omdat ik toch op een snelle manier of onverwachte manier toch nog vertrokken ben. Maar ik heb er nog heel veel contacten en dat zie je ook iedere dag als ik de jongens zie. Voor de training is het altijd warm onthaal en even praten met elkaar. En dat doet deugd om ze allemaal weer te zien. Maar donderdag zal het misschien een beetje een speciale wedstrijd zijn, maar het blijft toch een oefenwedstrijd weer in de voorbereiding. En het zal gewoon prettig zijn om een keertje tegen hen te voetballen. Nog even terugblikken naar 2012. Welk moment zal je bijblijven? Goh, dat is heel moeilijk om het zo te zeggen, maar misschien toch wel de overwinning tegen Brugge, zou ik zeggen. Het was zoiets waar we al een aantal weken naar uitkeken, naar die wedstrijd. We hebben het altijd wel intern gehouden, maar dat leefde toch wel bij ons. En dat je daar dan op die manier kan gaan winnen na toch een zwaar bevochten wedstrijd. En dat je goede zaken doet in de rangschikking en toch wel bevestigt van waar we mee bezig waren. Ik denk dat dat misschien toch wel, vond me persoonlijk, misschien ook wel voor de groep, een mooi moment was. Zeker omdat ik zelf bij Brugge gevoeld heb. Dat was zeker voor mij het persoonlijk mooiste moment van 2012 of van de heenronde. Wat mag ik je wensen voor 2013? Vooral dat we zo blijven verder doen op sportief gebied met Zulte Waregem. Dat we zo blijven verder ontwikkelen met de jonge gasten die we hebben. Dat we zo ver blijven werken, heel nuchter blijven werken. En dan zien we wel waar we op het einde dan we gaan stranden. Laten we nu eerst naar die play-off 1 toe werken. En proberen die te halen. Dat moet wel gaan lukken. Het zou een enorme teleurstelling zijn als het niet zo is. En dan zien we verder wat we in die play-off 1 kunnen gaan bereiden. En laat ons hopen een mooi seizoen zijnde. We werken hier toe naar die play-off 1. Op welk vlak moet Zulte Waregem nog bijschaven op korte termijn richting die play-offs? Ja, laten we eerst de januari maand goed doorkomen. Ik denk dat dat heel belangrijk zal zijn met al het rommel die er rond is, zal ik maar zeggen. Jongens die heel wat aandacht krijgen. Laten we hopen dat we die januari maand goed doorkomen. En dan moeten we gewoon ons spel blijven verder spelen waar we mee bezig zijn. Zeker niet gaan zweven of zo, maar daar heb ik alle vertrouwen in. Dat hebben we nog niet gedaan. Laten we gewoon rustig verder werken zoals we bezig zijn. Wedstrijd per wedstrijd bekijken. En als het ergens iets moet dat werken, dan misschien we nog wat geduldiger zijn, zal ik maar zeggen, in het positiespel en nog wat slimmer erin worden. Maar daar hebben we al stappen in gemaakt en ik zie het allemaal positief tegemoet. Je haalt het zelf al even aan. Januari gaat ontegensprekelijk gepaard ook met transfers. Jij als kapitein is er daar ook een speciale rol voor weggelegd om op tijd of tijd en stond even te praten met bepaalde spelers? Ja, ik probeer dat altijd zoveel mogelijk al te doen, ook al door het seizoen heen. Ook al zijn er geen transferperikelen, dan probeer ik toch met jongens zoveel mogelijk contact te hebben. En dat is nu misschien voor de een of de ander wat meer. Gaan begeleiden ofzo. Maar ik denk dat we met een aantal jongens zijn en ook de trainerstaf die ermee bezig is. Dus ik maak me er allemaal niet echt veel zorgen over. Dus het komt wel allemaal goed. De play-offs komen er straks aan. Wat vind je daar eigenlijk van dat systeem?
Oh ja, ik zal zeggen dat ik vorig jaar het ongeluk had om, om een play-off 2 mee te maken. Ja, dat was echt, ja, ik kan niet zeggen de hel, maar het was niet, niet leuk om dat te voetballen. Ik was eigenlijk heel weinig belangstelling voor. Je dacht, je zag echt dat dat jaar in stad dat je al weinig aandacht kreeg. Ik denk dat play-off 1 een heel ander verhaal is. Ik denk dat dat tegenovergestelde zal zijn. En ja, ik kijk er echt naar uit om, om dat te gaan voetballen. En ik denk dat heel de groep ook dat nu wat de doelstelling van gemaakt heeft en dat enorm naar uitkijkt om, om zich dat te gaan bewijzen. Dus ik ben benieuwd wat we daarin kunnen gaan doen. Onmiddellijk terug in België wachten straks onmiddellijk 2 zware opdrachten naar Henk en naar Anderlecht. Wat denk je daarvan? Ja, eerst Henk, de bekerwedstrijd. Ja, de eerste wedstrijd hebben we zwaar verloren, zal ik maar zeggen, met 0-5. Dus ja, ik denk dat we heel realistisch moeten zijn dat het zodat een heel moeilijke opdracht wordt of een onmogelijke opdracht zal worden. Ik denk dat het vooral voor ons zal zijn om toch nog een goed gevoel te creëren naar de wedstrijd van zondag toe. En nou ja, dan gaan we zondag de wedstrijd tegen Anderlecht tegemoet. Een topper zou ik maar zeggen, die niemand had gedacht misschien in het begin van te zien, begin januari. Nummer 1 tegen nummer 2. Nou ja, ik denk dat het een heel mooie wedstrijd voor ons weer is om, om te tonen wat we kunnen, om iedereen weer te bewijzen. Misschien ook wel weer op een goed moment. Ook heel wat perikelen bij Anderlecht op dit moment door transfergeruchten. Dus ik denk dat het misschien wel weer een mooi moment is om naartoe te gaan naar Anderlecht. En een Mbokani die er niet bij is door de Afrika Cup. Ja, inderdaad. Ik zeg het, de omstandigheden ja, gaan toch wel apart zijn. Ik zeg het ook inderdaad met de transfers. Dus ja, ik zeg het, laat ons hopen dat we daar iets kunnen halen. En we gaan er onze stinkende best voor doen. Iets anders nog. Hier op je vrije namiddag koos je ervoor om te gaan golfen. Is dat een passie van jou? Ja, het is inderdaad wel een passie geworden. We zitten hier ook vlak naast de golfbaan. En ja, inderdaad, ik doe het al een aantal jaren, maar ik heb nu ook mijn les gevolgd en GVB allemaal behaald. En ja, het is inderdaad iets waar ik mijn rust in terugvind, waar ik ook mijn ontspanning in vind. En ja, het is een beetje alleen lopen, maar dan kom je inderdaad een beetje de drukte weg. En het is fijn dat we dat gisteren even met Olly kunnen doen hebben tezamen. En ja, met ons tweetjes was een mooie tijd. Een dilemma als slotvraagje, profvoetballer of profgolfer? Dat is geen dilemma. Doe maar profvoetballer, zeker weten. 100%. Mooiste job ter wereld.